Ho, stop. Zeg jij nou, dit is de nieuwe Sven Kramer? Erben. Ja? Wat was nou jouw mooiste sportmoment van dit weekend? Het mooiste sportmoment van dit weekend? Ja, Federer. Nou, ik ook. En vooral de tranen van Federer. Dat vond ik zo ontroerend mooi. Natuurlijk was die finale ook spannend, omdat het zo golfde op en neer. Maar de echte emotie en dan zie je de liefde voor de sport. Ja, dat vind ik echt gek. Want dat is gaaf, hè? Want het is dus 20 Grand Slams en dan alsof het de eerste keer is. Ja. En dat typeert de echte toppers van de subtoppers. Nou, en wat zo mooi is dan, als jij ook ziet van, nou, het lijkt wel alsof het voor hem de eerste keer is. Ja. Hij is de oudste in het speelveld. Ja. Hij slaat al die jonkies gewoon van de baan. Ja. Hoe kan het? Nou, ik denk één, hij is gewoon heel goed natuurlijk. Hè? Maar ik heb ook het gevoel dat hij is niet meer zo goed als 5 jaar geleden. Dus er zit ook wel een beetje die jeugd. Ja, die moeten we ook wel eraf gaan slaan. Ja, maar hij heeft zichzelf wel opnieuw uitgevonden. Hè? Ja, grote tennisblad en zo. Hij heeft hard gewerkt. Ja, maar, en hij is gewoon zuinig op zijn lichaam. Hij weet wanneer hij moet pieken. Zo vast. Hij is gewoon ultiem. Maar weet je, daarom, jij zegt die Federer. Dan denk ik natuurlijk aan mijn sport vergelijkbaar met Federer is. In jouw sport? Ja. Sven Kramer. Toch? Inderdaad, Sven Kramer, Olympisch Peter. Ook liefde voor de sport. En ook zuinig op zijn lichaam. Nou, een beetje zuinig op zijn lichaam. Maar hij rijdt niet alle wedstrijden. Nee, dat kan niet meer. Hoeft ook niet. Maar daar komt een einde aan. Ooit, nog niet, hè? Olympisch Spelen. Sven gaat helemaal goed komen. Dan is een nieuwe man aan het front. Marcel Boske. En dat zou hem kunnen worden. Wat? Die heeft het DNA, die heeft een goed lichaam. Hij heeft gewonnen, hè? Hij heeft gewonnen, het Nederlands kampioenschap allround. Ja. En waar ik dan naar kijk, hoe gedraagt zo'n jongens? Wacht even, voordat je dat vertelt. Ja? Wat heeft hij gewonnen? Het enkel allround. Ja, maar... Nederlands kampioenschap allround. De grote toppers, waar? Nee, maakt niet uit. Maar dus wat heeft hij gewonnen? Hij heeft een startplek gewonnen voor het WK allround in het coolste baan van Nederland. In het Olympisch Stadion na de Olympische Spelen. Wordt een heel mooi toernooi. En voor hem wordt het heel goed. Hij is opgegroeid in Zwitserland. Dus hij weet hoe buitenschaatsen is. Dus hij maakt daar ook nog wel een kans. Maar kan jij hem echt de kampioen noemen van het allrounden in Nederland? Ja. Nu, hij is Nederlands kampioen, dus dan ben je gewoon de kampioen. Okay. Punt. Okay, feitelijk klopt het gewoon. Natuurlijk is hij niet de grootste. Koen Verweij misschien wel beter. En Sven Kramer is beter. En dat zal hem wel. Maar hij heeft wel de potentie. En weet je waar ik naar kijk? Ik kijk naar, heeft hij het in zich? Zo, hoe gedraagt hij zich rond de ijsbaan? Hij is goed, hij is realistisch, hij is ambitieus en hij vaart ook zijn eigen koers. Dus hij is heel goed in zijn antwoorden. Dus natuurlijk heeft hij respect voor Sven Kramer, maar je ziet aan alles, prima, als ik een kans krijg, ga ik op mijn manier er overheen. En dat vind ik heel mooi. Want, ho, stop. Zeg jij nou, dit is de nieuwe Sven Kramer? Dit is iemand die wel die rust heeft. Jij had het net over Federer. Van die rust en die balans en heel goed weten waar je kracht zit. Het is toch heel moeilijk om iemand te bestempelen als de nieuwe Sven Kramer? Misschien bezwijkt hij daar wel onder. De kans is heel groot. Maar ik zeg alleen, hij heeft wel de potentie om op allround gebied een hele grote te worden. We gaan hem volgen. Ja, dus daarom is nog één keer de naam? Marcel Boske.